Balans in de trainingen van Annette is dit jaar een punt geweest waar ze specifiek op heeft gelet. Ze is explosiever en heeft meer uithoudingsvermogen. Vorig jaar had ik nogal last van dat mijn slag erg kort werd en dat ik dus niet echt goed de tijd nam in mijn afzet. En daardoor verzuurde ik ook veel meer op de lange afstanden en kon ik eigenlijk het laatste rondje niet door. En daar heb Jack een hele goede oplossing voor gevonden. Nou, we zijn met een bijhaalbeen bezig geweest en haar bijhaalbeen, dat deed ze niet goed. Die haalde ze te direct van de ene knie naar de andere knie. Doe maar even voor wat je deed. Ik kan het laten zien. Wat ze deed, als ze afgezet had met rechts, dan trok ze hem eigenlijk direct naar de andere knie toe. Zo, up. En dan kan je je wel voorstellen dat er totaal geen ontspanning meer in dat been zit. En dat is het volgende, is dat je dat been veel meer uit een ontspannen situatie van achter naar voren erin steekt. Doe maar even voor, ze kan het ontzettend goed. Dan kan je zien dat dat been veel meer afhangt naar beneden. Hoe word je ambassadeur voor de Olympische Spelen, Annette? Ik werd benaderd door het NOC-NSF. Elke sportster die met zijn carrière omging, die droomt daar toch van. Dus ik vind het heel gaaf om de Olympische gedachten uit te stralen. Annette, gevallen? Waarom nou? Je kan er heel dramatisch over doen en het is ook heel vervelend, maar ik vind het ook wel weer een goed teken. Zij wil gewoon alles en alles eraan doen en dan neemt ze soms een risicootje wat misschien iets te veel is. Nou ja. De laatste buitenboog zorgen dat je die ook weer goed aansnijdt en daar je ritme houden en laag, zo laag mogelijk blijft zitten als dat mogelijk is met heel veel pijn in je benen. En dan de laatste paar slagen naar de finish en dan nog net even je voet naar voren doen. Ja, het kan toch maar net een honderdste schelen. Hartstikke mooi. Ja, hartstikke mooi. Ze lopen niet weg, echt niet. Want we zijn zo blij met je. En dat was 2 dagen geleden werd je door ze opgevangen met tranen. En nu zit de vreugde met tranen. Ja, nu is het vreugde zeker. Ja. Wie had dit gedacht? Ik in ieder geval niet. Hey, die hoeft er niet op. Ja, bij de enkele afstanden liep het niet helemaal goed. Reden? Nou, niet snel genoeg. Een beetje balen? Sorry? Een beetje balen? Nou, niet een beetje hoor. Omdat ik het gevoel had dat ik niet helemaal op mijn plek zat in mijn huidige situatie. Wat hoor ik nou al net? Nerveus voor deze wedstrijd? Ja, ik was wat nerveus, dus ja. Nou ja, over 2 weken is natuurlijk het NK. En daarin is voor mij dit dan toch wel een belangrijke opstap, zeg maar. Maar weet je door wie jij verslagen bent? Nou, door een hele hoop media. Nee, maar een direct duel. Ja. Nou ja, door een meisje die over 6 jaar of misschien over 10 jaar de Olympische Spelen gewoon brons of zilver of goud gaat halen. Nou, we gaan het meemaken. Weet je wie het was? Ja, ze heette Sanneke. Doei!